Eerstejaars bouwkundestudenten van de TU Eindhoven kregen woensdag in het TAK een bijzondere opdracht. Bouw een tafel van bakstenen en touw. De opdracht maakt onderdeel uit van een project waarin studenten het leren ontwerpen met verschillende materialen. De tafels worden beoordeeld op design, functionaliteit en constructie. Ja, we hebben eigenlijk heel weinig touw gebruikt. Ik zal het even de stenen eraf halen. We hebben een soort boogconstructie gemaakt. Een onderconstructie en daarop hebben we eigenlijk liggers gelegd. En die hebben we met de onderste twee gaten van de bakstenen hebben we die aan elkaar gemaakt. En dan door bovenin tussen de bakstenen wat touw te proppen, hebben we er een soort boog van gemaakt die zichzelf recht trekt door het eigen gewicht van de bakstenen. En om het dan mooi af te werken, hebben we er eigenlijk gewoon een bakstenen tafeltje overheen gelegd. Zo krijg je een heel recht vlak zonder met minimaal touw en met eigenlijk maximaal gebruik van de bakstenen. Waarom dit ontwerp? Omdat we die andere tafels, net zoals hier, zijn allemaal tafels. Echt alleen maar op pootjes en zo. En wij dachten, we doen iets anders. We laten hem zweven met het touwsysteem. Ja. Dus ontwerp is minstens zo belangrijk als constructie voor jullie? Ja. Wij hebben meer naar de constructie gekeken, maar het is nog steeds een tafel eigenlijk. Hoe moeilijk is dat nou met alleen maar bakstenen en touwtjes? Best wel moeilijk, want je moet echt heel goed nadenken wat je allemaal vast gaat maken. Je moet ieder steentje vastmaken aan de andere, omdat je geen cement hebt of iets. Je ziet er wel ontzettend stevig en solide uit. Ja, dat klopt ook wel. Zullen we er allemaal op gaan staan? Ja, en hoe nu verder? Ja, nou de touwen aanspannen, dan kunnen de kolommen eronder uit. En als het goed is, houden ze zichzelf dan in evenwicht. Door de trekspanning die rondom loopt. En als het goed is, moet het houden. Dus er zit wel echt een idee achter? Ja, er zit echt een ontwerp achter. Of we er zelf nog helemaal achter staan, dat weten we niet. Maar we hopen dat hij het houdt.